is Phonics in Beijing. We zijn hier bij de Fengguangshan Heihua Tempel. Ja, ik heb er ook even op moeten oefenen. In de Chinese buurt, vlakbij de Nieuwmarkt in Amsterdam. Mijn naam is Cuba en de Lana staat naast me. We gaan bijzondere dingen doen in China en we moeten ons daar een beetje op voorbereiden. Dus we gaan met stokjes eten. We krijgen een paar prikken. Ik hoop dat we het overleven. En we gaan even wat woordjes Mandarijn leren, want dat wordt gesproken daar in Beijing. Toch, de Lana? Ni hao, wa shu de Lano. Ni hao, wa shu Reinoud. Gotcha, Cuba. Hello everyone. Today I'm going to learn Reinoud, Delano, some Chinese. The first word is hello. 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 In Chinese is ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Nice to meet you. Okay, let's practice. 我是轩。我是 Reinoud。很高兴认识你。很高兴认识你。带了一碗白米饭。要不我给你喝 rice。我要一杯啤酒。啤酒。啤酒。啤酒。啤酒。七。七。八。八。九。九。十。十。OK。Natuurlijk telt Nederland een paar honderd, zo niet een paar duizend Chinese restaurants. En we hebben een van de betere gevonden. Die is in Amsterdam, in de Chinese buurt, vlakbij de Nieuwmarkt. En hij heet Eat Mode, de Asian Food Kitchen. Up with my girl last night, so I went to the club. So I went to the club. Put on a fresh white suit and a mini coat sitting on the. Zo, wat was dat lekker? Wat vond je ervan, Delano? Ja, als het zo in China ook eraan toe gaat, dan gaan we denk ik wel veel eten, hoor. Alleen met die stokjes waren een beetje aan het stuntelen. Ja, je pakte volgens mij gewoon één rijstkorrel. Dat ging niet zo goed, hè? Nee, maar ja, misschien hebben ze daar lepels. We gaan het checken. China willen, zoals Delano en ik, die moeten prikken halen. En dat doe je bij de Travel Clinic in Amsterdam. We weten nog niet precies wat we gaan krijgen, maar we weten wel dat het een beetje pijn gaat doen. Goed, jullie gaan dus naar China. Voor een 3-weekse reis naar China hebben jullie een DTP-prik nodig, een hepatitis A en een buiktyfusprik. Wat? Zoveel? Gaat het pijn doen? Dit is hoe de shit begint. Dit is hoe de shit begint. Dat was heerlijk. Mag ik er nog eentje? Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast and lightning. Although the future is a little bit frightening. Little bit frightening. We zijn hier bij de Liu He Men Kung Fu School in Amsterdam. En ik zit hier met Sifo Eleonora. Wat gaat u ons vandaag leren hier op de Kung Fu School? Jullie gaan eerst meedoen met de basisoefeningen. Dus we noemen ze in Chinese Qigong. Dat betekent dus rennen, stretchen, springen, schoppen, stoten. Die basis gaan we doorheen komen. The days of the pork fried rice and the chicken wings coming to your house by me is over. Y'all gonna learn Chinese. Chinese cultuur is heel boeiend. We hebben maar zo'n klein stukje gezien en het was al een hele mooie dag. En we gaan natuurlijk meer proeven in China. En dat kun je allemaal zien op phonicsinchina.nl. Dus phonicsinchina.nl, daar zie je al die avonturen. We checken je daar.